mensen, welkom in een nieuwe video. Nou, het is hier wel heel duidelijk. Het huis waar ik ooit nog binnen ben geweest in de jaren 80, dat is er bijna niet meer. De laatste stukjes worden weggehaald. Daarbuiten staan nog stukken van de plafonds en de deuren. Jo, wel een vreemd gezicht. Ik weet nog zo dat ik in de jaren 80 binnen zat, samen met mijn vader. Dat we bij die timmermaat van hem op visite waren. Ja, voor wat dan ook, maar we waren er. En dat zie je er dan nog zo bij staan. Tjoh. Ja, alleen de buitengevel staat er nog. Hier een stukje aan de zijkant. En daar aan de kant van de Grensstraat. Ja, dit zijn volgens mij resten van de bovenverdieping op zolder. En daar nog allemaal deuren. Dus even kijken hoe het verderop is. Ja, een stukje dakgoot. Een stukje van de oude regenpijp. En de voordeur staat open. Nou ja, dat is niet meer echt nodig in dit huis, hè? Want de rest is ook open. Jongen. Het is lang geleden dat ik hier binnen was. En die timmermaat van mijn vader, die is ook al lang geleden overleden. En toch is het vreemd om het dan zo te zien. Ja. Ik weet dat de zoon van die timmermaat hier nog ergens in de buurt woont. Ja, en die is hier natuurlijk opgegroeid. Ja, die zal het ook wel vreemd vinden om dat zo te zien natuurlijk na al die jaren. Want ja, als je daar natuurlijk je jeugd hebt gehad, ja, dan is dat vreemd. Zeker weten. Ik vind het zelfs al vreemd. En ik ben er maar een paar keer binnen geweest, weet je wel, op visite. Zelfs dan vind je het al vreemd. De resten van wat ooit de achtertuin was. En hier allemaal nog resten van de tuinmuur. En dat was een soort van bijkeuken. En hier verder gewoon allemaal hout. Allemaal van de andere woningen. Ja joh. Het lijkt erop dat hij even klaar is. Maar hij gaat zo wel weer verder, denk ik. Ja, vast wel. Toch vreemd. Als je er nu helemaal zo doorheen kijkt. Ja, want dit was een hoekhuis. Dus zat aan die rij vast. En dan kijk je nou gewoon helemaal doorheen door dat huis. Een raar idee is dat. En de deuren van alle verschillende ruimtes. Ik denk de keuken, de huiskamer. Misschien nog wat bovendeuren, dat kan ook nog. Ja, er zaten deuren genoeg in zo'n huis. Want er zaten ook nog meerdere bovenkamers. Nou ja, dat is allemaal geschiedenis. Nou, alleen het laatste benedenstukje nog. En dat is helemaal geschiedenis. En ze zijn nou binnen handmatig van alles het opruimen. Ja, dat gaat met zo'n kraan toch sneller hoor. Maar ja, er zal een reden zijn waarom het handmatig moet. Nou, en dan gaan ze straks natuurlijk de rest vlak halen. En die gaat de kraan weer in. Gaat hij nou de rest vlak halen daarom? Dat zou nog wel even apart zijn om te zien natuurlijk. Oh nou ja, hij gaat eerst een beetje rommel opruimen. Nou ja, daar ligt nogal wat van. Oh nee, zijn eigen bak. Dat kan ook natuurlijk. Nou, dan zal hij zo meteen de rest wel om gaan halen hierop. Als die man daar binnen weg is. Ja, ik noem het nog steeds binnen, omdat hij binnen de muren loopt. En dat was de gevel. Daar ligt hij dan, in de huiskamer om precies te zijn. Tenminste, dat was het toen, hè, een huiskamer. En dan gaat weer een raamkozijn. Tenminste, een raamkozijn uit de latere tijd natuurlijk, van na de renovatie. Want ja, het heeft natuurlijk ook nog echte houten kozijnen gehad. Maar ja, dat is al een heel tijd historie. Ja joh. Zo zit je er in de jaren 80 aan de koffie. En zo sta je in 2023 sta je dit te filmen. Wat een contrast joh, met elkaar. Maar dat was het dan. Daar gaat alles. Het verdwijnt. Het wordt allemaal geschiedenis. Daar gaat hij dan. Voor mij bekende gevel uit de jaren 80. Dit was de voorgevel. Je zou vanaf die kant zeggen dat het de zijgevel is. Maar ja, dit huis stond natuurlijk aan de Grensstraat. En dat is deze. En de rest van de rij, die stond aan de Eikelenbergstraat. En dan ging je dus hier naar binnen. Nou ja, dat binnen dat is dus nou buiten geworden. En er gaat weer een stukje van de gevel. Nou, de rest zal er waarschijnlijk heel snel af gaan nu. Ja hoor. Een stukje boven de deur. En dan straks natuurlijk ook de deur zelf. Ja. Weer een stukje zijgevel. En zo zie ik de gevel rond de voordeur verdwijnen. Waar ik ooit nog door naar binnen liep.
op visite. Samen met mijn vader in dat geval. En nu sta ik hier te filmen in 2023. En dan leg ik dit vast. Wat een contrast met de eerdere keer. Echt wel. Zo hé. Zal ik benieuwd of je nou zo dat voordeurkozijntje met voordeur en al weg gaat halen. Dat zal best wel denk ik. Ja hoor. Daar gaat hij. En dat was dan de voordeur. Waar we ooit door naar binnen gingen op visite. Wat vreemd hè, om zo'n voordeur gewoon zoveel jaar later zo te zien gaan dan. Joh, hij is niet meer. Ja, toch altijd wel weer even een vreemd momentje. Ondanks het feit dat ik er zelf eigenlijk helemaal niet woonde. En er eigenlijk alleen maar op visite ging samen met mijn vader. En nu is het 2023. En dan sta ik dit vast te leggen. Ja joh. Ja joh, wat ooit de huiskamer was, waar we koffie zaten te drinken als we op visite waren. En dat zie je dan zo. Ja joh, wat een enorm contrast met het eerdere beeld wat ik van de plek heb. Echt ongelooflijk gewoon. Ja joh, van huizen tot een stapel stenen. Ja, dat is wat het nu is. Met daar nog een heel klein hoekje van de gevel van die woning. En nog een stukje van de bijkeuken erachter. Dus ik ga ervan uit dat het geweest is. Ja joh. Ja joh. Dat had ik in mijn jeugd nooit kunnen denken. Dat die boombaak nog eens een keer zo zou zien. Maar ja, toen een aantal jaren geleden de sloopplannen bekend werden. Ja, toen kwam dat een stuk dichterbij natuurlijk. Maar in mijn jeugd, dit was gewoon de Bloemwijk. Ja, en die zou dan wel altijd blijven bestaan. Hè? Het was altijd Bloemwijk Forever bij de groep van toen. Maar goed, dat is dus niet gebeurd. Tenminste, niet met de oude woningen. Ja, de nieuwe, ja, die maken het vervolg natuurlijk. Maar dit is toch wel heel vreemd. En ik denk zeker voor mensen die hier zijn opgegroeid en nog lang gewoond hebben, dat het daar helemaal vreemd voor is. Ja, als het dat voor mij al is, nou ja, dan is het dat voor hun natuurlijk zeker. Zo hé. Van huizen tot puin. Ik ga hem hier weer afsluiten. En ik ga hier weer zeggen, tot de volgende.